live uitzending alweer vanuit onze studio's hier aan de Beter Wonenstraat. Gisteren hebben wij via twee nieuwsstations bericht gelezen over de ontwikkelingen binnen de Nationale Democratische Partij. Er is een meeting gehouden, zoals we dat hebben vernomen. Het dagelijks bestuur is bijeengekomen en ze hebben dus dan een paar besluiten genomen, laat me dat zeggen. Zo heb je dus dan vervangers van de voorzitter, dat is mevrouw Simons. Meneer Akin Botto is de eerste. De tweede is meneer Abdul Ghafoor. En de derde is de heer Ashwin Adin. Wat wij ook hebben vernomen is dat meneer Abrahams bijvoorbeeld gevraagd is om campagneleider te worden. Meneer Abrahams, zoals we hem kennen, is altijd de vervanger geweest, geloof ik zo. Of is de laatste vervanger geweest van de voorzitter Boutersen. Hij was de eerste vervanger van meneer Boutersen, laat me het goed zeggen. En bij dit dagelijks bestuur en tenminste bij deze bemensing zie je dat hij helemaal uit beeld is. Vanuit de NDP zijn mensen het niet mee eens met dit besluit. Maar natuurlijk ga je niet iedereen tevreden kunnen stellen, zelfs als voorzitter. Ik denk dat mevrouw Simons niet iedereen tevreden kan stellen met wat ze doet. Maar mensen willen hun mening daarover geven en daarvoor moet je de ruimte ook geven. Ik moet u zeggen dat niet alleen binnen de NDP er nu op dit moment jugu-jugu is. Ik heb vanochtend nog bericht gehad van een andere partij waar er een jugu-jugu is. En als die naar buiten komt, zult u ook de poppen aan het dansen krijgen. Maar dat krijgt u natuurlijk voor ons. Zolang wij genoeg informatie hebben, laten wij ook weten wat er in een grote politieke partij nu op dit moment gaande is. Maar nu naar de NDP. We gaan naar Wageningen, resort Wageningen. U weet, deze mensen, voor alle duidelijkheid, hebben ook gestemd bij de bestuursverkiezingen. En we weten dat Nikeri meneer Abrahams heeft voorgedragen. Dus de groep van Wageningen zal zeker wel daarachter ook staan. Maar er gebeuren zoveel die ze nu wel naar buiten willen brengen. En dan aan de lijn heb ik meneer Barco. Meneer Barco is een onbekende bij ons. We hebben vaak met hem gesproken bij DTV. En hij is vanuit... Kan ik doorpraten of zo? Ja, alleen toe. Houd u even aan, houd u even aan. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar Berto is hier aan het rennen. Houd u even aan, Berto is even hier aan het rennen. Oké, okay. Lukt het nu? Oké, we kunnen dus dan nu wel verder met onze uitzending. We gaan dus dan met meneer Barco praten. Meneer Barco, sorry voor het ongerief. Hoe gaat het met u trouwens? Oh, met mij gaat het goed al. De regen periode afgelopen, maar het is dan echt iets van dat. Ik denk extra heet dus... Dit maken we voor het eerst mee tijdens de rehabilitatie. Maar voor de rest gaat het wel goed. Oké, okay. Barco, misschien kunt u de luisteraars die u niet kennen, misschien kunt u ze vertellen wie u allemaal bent. Ja, goedemiddag allemaal. Ja, iedereen kent me als Barco, maar de naam is Mangaldin Rinesh. En als u mij belt in de hoedanigheid die u daar heeft aangekondigd, dan ben ik de resortvoorzitter van NDP Wageningen. Resortvoorzitter van NDP Wageningen. Oké, okay. Jullie hebben ook meegedaan aan de verkiezingen.
Ja, aan de stemming bedoel ik. Aan de stemming, aan de stemming. Ja, de verkiezingen binnen de partij, toch? En jullie hebben meneer Abrahams voorgedragen. Ja, we hebben meneer Abrahams voorgedragen. En op basis van ook dat hij onze coördinator is. En ik denk dat hij nog niet de coördinator is of zal blijven. Aangezien er een aantal verwikkelingen op deze plaatsvinden op dit moment binnen de partij, de leiding. Dus daarvan zijn we nog niet op de hoogte als hij ook van daar wordt weggehaald. Je zegt, als hij ook van daar wordt weggehaald, het woord ook. Ja. Dat wil zeggen, wat bedoelt u te zeggen daarmee? Ik sta achter alles wat ik zeg, meneer Gerald. Mm-hmm. De verkiezingen zijn gehouden. En er is een uitslag waarbij mevrouw Simons de huidige voorzitter is gekozen op die dag. En... ik ga je ook zeggen dat ik die mensen personen rechtstreeks ga maken. We gaan het gewoon houden op het zakelijke. Ja. En na haar, laten we zeggen, uitslag als voorzitter, dan had ik teruggetrokken. Zodat we met het heel hoofdbestuur dan, ik denk, nieuwe oude kennismakingen, want het is het oud hoofdbestuur die weer is. Aangetreden als nieuw hoofdbestuur met één of twee nieuwe mensen. En dan teruggekomen naar de zaal, waarbij dan een kleine menigte heeft toegesproken. Want u weet altijd dat bij verschillende zaken altijd gespannen zijn. En men staat altijd door blijven praten over kampen, kamp Jenny, kamp Abraham. Maar dat kan je gewoon ontzenuwen, doordat als jij werkelijk bereid bent in eenheid verder te werken en ook de mensen, als je het zo mag noemen, in de kampen kan bedaren dat we één NDP zijn. En ze heeft dan menigte toegesproken, de kameraden toegesproken. En het is mijn persoonlijke mening dat allereerst onze voorzitter, dat wil zeggen, hoe moet ik het zeggen nu? Onze ex-voorzitter, de heer Didi Bouterse, die vermaakt tot ere voorzitter. Ja. Voor velen een applaus. Voor velen die hebben ze applaudisseerd. Ik respecteer ieder zijn mening. Maar ik zeg, daarmee is er dan een eind gekomen aan de tijdperk van de heer Bouterse als politicus. Want zodra je hem maakt tot erevoorzitter, dan wel, ik weet niet, als het reeds was voorbereid of besproken erover, maar dan zeg ik, is hij dan politiek dood. Dat is mijn mening. Maar waarom is hij politiek dood als je hem tot erevoorzitter maakt? Nou, wat is een erevoorzitter, manager? Welke inspraak heeft een erevoorzitter nog? Hebben we toch gezien in vele organisaties? Ik heb een erevoorzitter, omdat je wordt geëerd dat je de partij, ik weet niet, x aantal jaren hebt gedraaid, toch? Heb je dan meer inspraak in de partij? Dat heb ik niet ervaren. Dat zeg ik, is mijn mening. Ik kan het fout hebben. Maar ik zeg, voor mij is dat fout. Ja, ja. Maar hoe hebben mensen daarop gereageerd? Want u zei van, heel veel mensen hebben geapplaudiseerd. Dat heb ik ook gezien, ik was daar. Maar ja. Intern, hoe heeft men tot nu toe gereageerd op deze ontwikkeling? Kijk, u weet, intern, we zeggen altijd van, je moet de persoon de voordeel van de twijfel geven. En waar we stopt bij, toen ze terug is gekomen, was dan bekend. Nee, ik heb het over meneer Bouterse maken tot erevoorzitter. Hoe heeft men intern daarop gereageerd? Nou, de meningen verschillen. Dus ik wil niet te veel ingaan op mensen hun meningen. Ik heb mijn mening, u heeft mij gebeld, dus ik geef mijn mening. Maar de meningen zullen zeker verschillen. Maar om dat stuk daar af te maken, de vraag die u me stelde, yeah. Toen ze kwam naar de zaal, dan is daar ook bekend te maken direct, ik denk, de penningmeester en de secretaris. Ja. En zou dan weer terug bij elkaar komen om dan het voltallig dagelijks bestuur
om dat samen te stellen. En dat is gisteren gebeurd. Ja. En ik begreep niks met Kibri, dus ik zeg mensen, als je hoeveel in Tinnige wil, is dan ook wat door. En is dan toegekomen met een samenstelling, meneer Akimboto, eerste voorzitter, ondervoorzitter, meneer Faisal Abdul Gafoor, de tweede ondervoorzitter, en meneer Ashwin Adin, de derde ondervoorzitter. En dan kwam de vraag direct op, van waar is Abraham? Waar wordt Abraham geplaatst? Maar omdat Abraham eigenlijk de persoon is waarop er constant veel werd gesmeten en nog steeds met men veel op hem. Dus dan ga je deze dingen krijgen waarbij, ik heb dat al gezegd, het was een stand van ik denk 46-23. Dan zullen er vragen komen toch en ook uit het veld. Want u moet ook rekening houden, meneer Abraham is toch ook een achterban zoals mevrouw Simon. Dus de achterban zou hem ook graag willen zien in een rol daar, waarbij hij, ik denk 24 jaar lang, de eerste vervanger, ondervoorzitter was van de heer Bouters. En dan, wat verwachten we dan in het veld? En wanneer men gaat praten over de scheiding wordt groter en groter, boos worden, dat zijn deze dingen toch die ertoe gaan leiden dat de partij... Dat er dan groeperingen gaan ontstaan in de partij. En waarbij de buitenwereld, de andere partijen, munten uit gaan slaan. Ja. Maar u met andere woorden geeft u aan dat Abraham tenminste een van de vervangers moest zijn. Ja, oké. Okay. Ik heb gisteren nog gesproken met een topper binnen de partij over de samenstelling van de vervangers. En die zei van, eigenlijk is er gezorgd voor verjonging binnen het geheel. Want als je zo kijkt naar de mensen die ze geplaatst hebben. Meneer Akimboto is een jongere. Ik zie meneer Abdul Gafoor ook jong. En meneer Ashwin Adin. Jonge mensen allemaal in het dagelijks bestuur. Er is een beetje gezorgd voor verjonging, zegt men. Hoe kijkt u tegen dat argument aan? We praten binnen de partij al zeker 10 jaar over een verjonging. En laten we eerlijk zijn. Hoe oud is onze nieuwe voorzitter nu? Meneer Abraham zit 71. Iedereen schreef dat. 71 tijd om te gaan rusten en dergelijke. Dus u wilt me dan zeggen dat die verjonging gedaan kan worden met één oudere. Dus dat de andere ouderen binnen de partij kunnen niet bijdragen tot die verjonging. Ja toch, als we praten over verjonging, u weet het toch, in eerste instantie had onze ex-voorzitter, de heer D.D. Bouterse, meneer Ashwin Adin, aangemerkt als de toekomstige voorzitter van de partij, waarbij het een proces zou zijn van, ik denk, 8 tot 10 jaar. Ja dan? Ja. Jullie zijn van de pers, jullie zullen dat ergens in jullie archiefboek hebben. Ik heb zelf dat interview gedaan met meneer Bouters, ja. Toen hij dat zei. Ja, dus niemand kan mij vandaag wijsmaken. Het is mijn partij, ik kan geen personen bespreken, maar ik kan de situatie wel bespreken. Niemand gaat mij wijsmaken dat dit een verjonging is. Niemand. Want niet op zo'n manier. Waarbij we bewust weten dat er een scheur en een grote scheur gaat komen binnen die partij. En die scheur is er al. Dat is wat ik zeg. Waarom zegt u dat die scheur er al is? Meneer Gerald. Ik heb u al gezegd in het begin. Mm-hmm. En Abraham heeft toch ook zijn achterban zoals mevrouw Simon. Ja. Wil jouw achterban je niet in een positie zien waarbij er geen twijfel zal zijn om wenselijkheden van jouw achterban dan weer het volk? Ook want je achterban is een deel van het volk. Ja. Waarbij je wenselijkheden hebt. Er zullen toch mensen zijn dat want je de passie asfalteert. Noem maar op. Dat is precies zoals meneer Adin, die ook zwaar aan de weg timmert. Mensen hebben toch een bepaalde hoop in anderen. En als jij ziet dat jouw, eigenlijk jouw, hoe zou je het moeten noemen?
de persoon waarbij je achter staat of om deel te nemen in het hoofdbestuur, waarbij er misschien een evenwicht zou kunnen zijn, dat zaken gerealiseerd kunnen worden voor het totaal. Want het gaat in die zin nu over de NDP, maar het is Suriname toch. We willen de komende verkiezingen winnen om Suriname uit het dal te halen in welke Suriname zich nu verkeert. Dat is het doel. Maar als we zo aan beginnen, dan ben ik bang. Ja. Ja, ja. Maar beseffen jullie wel dat dat eigenlijk het doel is, wat u zegt, het doel is om Suriname te halen uit de problemen waarin Suriname nu is. Maar dat doe je met eenheid, toch? Moxima Makandra, Kisusrif na Makandra, en dan kan dat gebeuren, toch? Precies. Precies. En precies daar, toch? U zegt het zelf. We zijn er bewust van. Toch dat we Suriname moeten redden of halen uit die dal. Maar we doen alsof wij één zijn. We zijn één, want zo'n besluit neem je niet. Je neemt het niet. En meneer Abrahams is ook voorzitter van de CVC, toch? Is ook voorzitter van de CVC, toch? Waarin de nieuwe voorzitter ook zit. En u zegt het zelf, kunnen we niet één worden? En dat had iedereen verwacht. De strijd is gestreden, 13 juli. Het is nu mevrouw Simons. Toch? En we moeten samenbinden om traka makandra pakken voor Okahara Wagigomoro para. Maar je zegt, ik zeg het, dat is mijn mening. Je zet die man buiten spel. En dan moet je in deze hoor. Al waar er vergaderd wordt, niks is meer geheim. Alles gaat gewoon naar buiten. Alles ligt over straat. Precies zoals u net heeft gezegd, ik heb ook naar u geluisterd, dat er binnen andere partijen mensen u bellen over onregelmatigheden of wat dan ook aan partijen. That's the ongoing thing. Maar wanneer we zeggen dat wij het anders willen doen, dan is dit niet anders. Hoe ziet u de oplossing in deze? De oplossing is daar. Kijk u. Dat twee kanjers. Ik noem het kanjers, zijn kanjers van de partij. Het is een makkelijke iets, voor mij tenminste, zie ik het zo makkelijk, dat we gewoon all hands on deck kunnen doen. En dan gaat u misschien zeggen van ja, maar als de eerste vervanger maakt, anders wordt dit ervan, is de zaak dan opgelost. We zeggen nee, omdat je ook mensen gaat hebben die weer gaan zeggen van no, mine de instang aan de sani. Maar tenminste, zou je dan aan damage control kunnen doen. En als je deze twee mensen bij elkaar, want je weet ook toch, mevrouw Boudersen is toch nu ook in het hoofdbestuur. Ja. Die heeft haar intrede ook gedaan in het hoofdbestuur, toch? Ja. Ja toch? En welke team kan sterker zijn als wij als jongeren inderdaad, die gedachte hebben dat we met die ouderen samen, schouder aan schouder, THC, dat ding wel, die strijd wel aan kunnen gaan om de winst, de maximale winst te halen. Maar je begint al mensen, als het ware, buitenspel te zijn. En dat is het buitenwereld. En we zeggen, ja, het boeit ons niet. Hoe boeit het ons niet? Een man die zijn krachten zoveel jaren heeft gegeven aan de partij. En morgen gaat zeggen, ja, maar kunnen Abrahams, man, dus aan mij tak over Abrahams. Binnen tak over Abrahams. Ik haal de feiten aan. En waarvan we niet houden binnen deze partij, is wanneer we feiten aanhalen en zeggen hoe die dingen zijn. Ja, ja. Abrahams is ondervoorzitter, maar hij is geen vervanger van mevrouw Simons. Dat is nu wel duidelijk. En, ja, toch? Dus wat ik weet niet. Er is een mooi iets, toch? Als het weer herstien zal worden, dat weet ik niet. Dat? Als de samenstelling weer onder een vergrootglas geplaatst gaat worden, dat weet ik niet. Maar dat zou het beste zijn? Wat is?
dat zou het beste zijn? Nou ja, first opinion is er, second opinion kan er zijn toch? Want het veld, want we houden van dat woord toch, het veld. En ik zeg altijd, wie is het veld? Wij zijn het veld. Ja. Als iemand bij me komt om me te zeggen, het veld zegt, maar wie is het veld? Jij bent het veld. Mm-hmm. Jij bent het veld. Toch? Dus wij gaan zeggen, ja, maar het veld wil Abrahams niet. Maar het veld wil zoveel van ze ook niet die daar zitten. Maar laat me me daarbij beperken. Ik heb u beloofd en ik zeg het ook. Ik maak mijn partijleden, ga ik ze niet kwaad maken of de leden of wat. Er zijn zoveel daar die het veld ook niet lust. Maar we houden het daarbij. Dus ik hoop van ganse harte dat we toch enigszins het goede en het zonde verstand kunnen verbreken. Dat we, als we zo doorgaan met elkaar, ben ik bang. U zegt het besluit kan toch wel herzien worden. Dat geeft u aan. Maar wat als mevrouw Simons erbij blijft dat dit mijn dagelijks bestuur is en dat ik geen verandering hierin breng? Wat dan? Wat zal de achterban van meneer Abrahams doen? Ik persoonlijk zeg, als mijn voorzitter zegt dat het dat is, zal ik me daarbij neerleggen. Maar ik zeg de voorzitter direct ook. Dan zullen we maar kijken wat de achterban gaat doen en wat de achterban gaat zeggen. En ik wil niet herhalen, het is hetzelfde wat ik weer had gezegd in het begin. Mensen, meneer Abraham, die een bepaalde achterban die achter hem staat, van wie gaat hem werk, van wie gaat het verzet binnen de partij, dat is uit en dergelijke. Dus zo ook bij mevrouw Simon. Begrijpt u? Ja. Dus ik zeg, dat het besluit is van de voorzitter, gaan we ons daarbij neerleggen. Maar, na maar, komt er zeker meer, want vandaag is het al begonnen. Eigenlijk zie je dat gisteravond, na die hoofdbestuursvergadering. Toch? Want, is het ook, op Facebook is men al begonnen, met mensen zegt het zijn steeds dingen. Maar zo gaat het zijn, dat men met dingen van partijleden, eruit gaat komen. Misschien had men dingen van 1996, van 2020. Misschien van Barco ook hoor, hoe Barco nu bij u is. Straks ga je ook een aantal comments daar hebben, but I don't care. Ik praat en ik zeg precies wat mijn mening is en wat het kan worden binnen de partij met deze stappen en handelingen die zich nu plaatsvinden in het hoofdbestuur. Ja, u zegt er kan veel meer komen na vandaag. Wat kunnen wij nog verwachten? Ik denk, wat ik heb gedaan is mijn deel. Er zullen zeker meerdere structuren zijn die hun stem zullen laten horen. En ik denk wanneer de voorzitter dan ready is, wat ik ook heb gelezen, dat ze in het veld zal trekken. En ik denk dat ze bedoelt in het veld trekken dat ze naar de 10 districten om tot de structuren daar te praten. En dan moet men wel verwachten dat er dingen gezegd en gepraat zullen worden in zaken meneer Abrahams en functioneren binnen het geheel van de NDP. Hoe groot is de groep die eist of die graag zou willen dat meneer Abrahams een vervanger wordt van mevrouw Simons? Hoe groot is die groep? Ik zou de aantallen niet kunnen noemen. Maar u mag weten dat ik zeg dat het een 50-50 is van NDP'ers, dus kameraden. Ik blijf het zeggen, het zijn twee kanjes van de partij. Toch? Maar op een ander niveau is er een gehouden en er is een uitslaat en dergelijke. En mensen maken vergelijking. Simons win, Abraham, Ondro Nyang, Nangadesa en dat. Dat boeit mij niet. Want in eerste instantie, als we één lijst hadden, dan zouden we daarmee kunnen voorkomen wat er vandaag de dag gebeurt. Of uit de dag zal komen, of uit de dag komt. En ook verder naar de verkiezingen.
hier naartoe. Maar we zijn de structuren en we mogen onze mening geven en we mogen het zeggen, want we zijn een nationale democratische partij. Dus zo ook wanneer de voorzitter richting Nikeri komt, zullen er zeker andere voorzitters en structuren zijn die hun mening zullen geven aan de voorzitter. Ja, respecteert u de democratie binnen de partij? Want als de voorzitter, als jullie een voorzitter hebben gekozen en ze neemt stappen, dan zou je dus dat moeten respecteren, toch? Het is de democratie die jullie, waarvoor jullie hebben gekozen, of niet? Nou, ik zeg deze interview dat ik niet af om mevrouw Simons, de nieuwe voorzitter, negatief te bespreken. Het is een nationale democratische partij. Ik heb u gezegd, we hebben ons neergelegd bij de uitslag. Maar indien er besluiten worden genomen die een smaak hebben van dictatoriaal of wat dan ook, of rancune, zal ik de eerste zijn die het vertel. En ik proef in deze dat de positie van meneer Abraham, waarin hij toen functioneerde, naar nu toe, dat men het wil dekken met een soort verjonging en verjongingachtig, of hoe je dat ding noemt, maar dat is het niet. Abrahams moet uit de weg. Men moet het gewoon zeggen, Abrahams moet uit de weg, omdat Abrahams altijd iemand is en zal blijven die richting geeft en die zegt van hoe die dingen zijn. En dat loopt zo. U zegt met andere woorden, Abrahams wordt bewust weggewerkt. Maar, meneer Gerrit, kijk u, ik laat de uitslag aan een kant. Maar kijk u naar de samenstelling nog. Denkt u, dat een persoon die zijn krachten zoveel jaren heeft gegeven aan de partij en ook in een bepaalde positie, campagneleider, noem maar op, alles, dat je als mens dit gaat accepteren? Nee toch? Dus naar me toe. Ik zou het toch niet accepteren? Ja. Zo wat mooi zijn. Ik zit in een organisatie. Ja. Ik zit in een organisatie. Waarbij ik de organisatie leid en ik heb hem bijna, niet meer, wel vereniging noem ik hiervoor, bijna hoeveel jaren de voorzitter ben geweest. En op een of andere manier, ik weet niet, als het een verkiezing is of wat, krijgt een andere voorzitter. En die voorzitter komt plotseling en begint met die aan de kant, zo aan de kant, oh jij was materiaalmeester, nou ik wil je niet meer, ik plaats zo iemand en dergelijke. Je gaat het toch niet accepteren? Ja. Je gaat het toch niet accepteren? Ja. Dat is het. Komt er een mogelijke breuk binnen de partij? Wat zei je? Komt er een mogelijke breuk? Ik ben bang, maar ik sta niet achter een breuk. Ik sta altijd achter consensus. Ik sta achter openheid, eerlijkheid van zaken. Maar ik sta niet achter een breuk. Als het komt, dan zullen we maar kijken wat er uit de brug zal komen. Wat zeg je tot slot? Tot slot zeg ik hetzelfde. Ik denk dat de huidige voorzitter haar tijd moet nemen en zaken hoe ze zichzelf zegt, dat ze zaken beter moeten analyseren. En zaken beter op een rijtje kunnen zetten van wat kan. En inderdaad, ze gaat niet iedereen tevreden kunnen stellen. Mm-hmm. Sowieso niet. Maar in het belang van de partij, dat is die. En in het belang van Suriname, dat we het werkelijk anders kunnen. En dat we het niet alleen zeggen, maar dat we het ook doen. Ja. Dat is wat we willen zeggen. En ik wens er verder heel veel succes in haar job als de nieuwe voorzitter van de grote partij van Suriname. Oké,
Dankjewel meneer Mangaldin. We blijven de ontwikkeling volgen. Dankjewel. Ja, dankjewel meneer Jarre. Ja. We krijgen nu aan de lijn meneer Panka, met wie wij even gaan praten. Meneer Panka die is de woordvoerder van de NDP. En ik wil hem even toch spreken hierover om te horen wat meneer Panka zelf vindt van deze situatie. We hebben net gesproken met meneer Barco. En ik wil meneer Panka toch wel even spreken hierover. Ik wilde hem al eerder spreken, maar hij nam niet op. Want in een eerdere uitzending zei hij van als er iets is, moet je met de woordvoerder bellen. Maar goed, wij bepalen wie weet op een bepaald moment bellen. Maar goed, we gaan nu dus dan naar meneer Panka. Die moet aan de lijn komen en met hem gaan we dus dan praten. Meneer Panka, goedemiddag. Goedemiddag, heer Jero. Hoe gaat het met u trouwens? Wel, er is ruimte voor beter. We doen ons best, dat is belangrijk. Ja, gaat niet zo mooi binnen uw partij, hoor ik nu. Nou, is hoe je dat wil interpreteren. Ja. Wat gebeurt er? Nou, er is niets aan de hand. Ik denk dus dat er misschien wat nazi'en zijn van de verkiezing, maar we zullen daarmee moeten leren omgaan en ervoor zorgen dus dat de gelederen sluiten, de gemoederen tot bedaren komen, omdat er een paar dingen worden gezegd die niet helemaal juist zijn. En ik heb het altijd proberen uit te leggen. Er is een woordvoerder van de partij. Ja. In interne zaken van de partij bespreken we niet met de media. Mm-hmm. Toch? Het gaat om overal de lijn van de partij naar de verkiezingen toe. Dan staan we open om de media te woord te staan en tekst en uitleg te geven over een aantal zaken. Echter is het ons opgevallen dus dat er een bericht is verschenen in een blad dat een onjuiste weergave is van wat allemaal de besluiten zijn die genomen zijn onlangs. Welk bericht? En dat bericht in Star News, op Star News. Op Star News. Yes. Ja. En het schijnt een uitgelekt bericht te zijn. En er is een artikel over gemaakt zonder hoor en wederhoor. Of laat maar zeggen zonder wederhoor. En ik heb dat kenbaar gemaakt aan betrokkenen. En want zo hoort het ook, hè. Sommige media die willen primeur en doen wat zij dus denken dat goed is. Maar dat geeft ons in elk geval een kleine ruimte om wat duidelijkheid te brengen. Want ik heb daarnet geluisterd naar de heer, ik ken hem als Barco. Ja, meneer Barco. Niet kwalijk. Die heeft natuurlijk een aantal dingen gezegd. En ik denk dat hij wat informatie mist. En ik denk dat, ik heb het ook al aangegeven, dat is gebruik in een organisatie. Als je met wat zit, de organisatie, of in dit geval de partij rakende, dat je dan in je pen klimt en een schrijver richt. Je bent een structuur. Dan richt je een schrijver naar het bestuur met je vragen, met je opmerkingen. En je vraagt antwoord, maar je stapt niet naar de media en je zegt een heleboel dingen. Zonder dat, zonder meer, ja. Ik vind het erg om het zo te moeten uitdrukken, toch? Je geeft natuurlijk een verkeerd beeld van wat er in werkelijkheid aan de gang is, toch? En je zegt zelf, geef het bestuur voordeel van de twijfel. En dat betekent dus dat je ruimte moet inbouwen om te kijken waar gaat het bestuur naartoe, welke besluiten worden genomen in het belang van de partij en in het belang van wat natuurlijk ook het land zou moeten zijn. Dat betekent voordeel van de twijfel. Geeft de nieuwe voorzitter de ruimte om kijk, het is natuurlijk begrijpelijk. Ja. We zijn nu we hebben heel lang aan de leiding van de heer Boutersen gewerkt. We hebben heel veel resultaten geboekt onder zijn leiding. Als partij,
maar ook als land. En het is begrijpelijk dus dat sommige mensen zullen zeggen van ja, maar er zijn nu veranderde omstandigheden. Het is begrijpelijk. Dus we moeten nog gaan wennen daaraan. En daarom zeg ik van, als, op dat stuk ben ik het eens met hem, voor die van de twijfel. Om te komen op het volgende. De voorzitter heeft haar dagelijks bestuur samengesteld, waarin zijn een aantal namen al genoemd van wie zitting daarin hebben. En de ondervoorzitters, dat zijn is aangevuld met nog twee. Dus nu bestaat de partij 7 ondervoorzitters. Ondertussen is ook aangegeven wie de 7 ondervoorzitters zijn. En laat me niet zeggen, er is nergens aangegeven dat er een vervanging van de voorzitter is benoemd. Laat me dat even duidelijk stellen. Meneer Akinboto, is hij de eerste vervanger? Hij is niet de eerste vervanger van de voorzitter. Ja? En wat is aangegeven is dat hij in de lijn van het aantal van de ondervoorzitters is dat de volgorde. Dat is het. En dat is weer een van die dingen. Hè? Omdat we moeten begrijpen dat nee, maar ik wil even begrijpen. U zegt in de lijn, dat wil zeggen, wat de ondervoorzitters betreft, is hij de eerste ondervoorzitter. Meneer Abdul Ghafoor is de tweede en Ashwin is de derde ondervoorzitter. En meneer Mustaja is de vierde. De vierde. En dat kunnen we zo doorgaan. Zo dat reetje af. Toch? Maar dat is een interne aangelegenheid. Toch? Het heeft niets te maken met de politieke leiding. Toch? Want daarvoor is een aparte politiek team samengesteld. En ik heb net voor de media een bericht gestuurd waarin dat is duidelijk gemaakt hoe de samenstelling daarvan is. Ik hoor dat hij praat over de heer Abrahams en het kan gezet of noem maar op. Nee, laat maar eerst beginnen met de heer Boutersen. Wat we nu kunnen zeggen, ja, de gewezen voorzitter. Ja. Is dat erevoorzitter benoemd. Voorstel is daar op tafel gelegd en besluit is genomen. Heeft niks te betekenen met aan de kant zetten, politiek dood. Welk mens kan dat in zijn hoofd halen om dat te zeggen over Boutersen? Huh? Dan schaar je in het koor van mannen als Sunil Umrao Singh en de mensen van de tegenstanders van de NDP die toen hadden gezegd van met de veroordeling van Boutersen is de NDP dood en is Boutersen uitgeschakeld. Dan schaar je in achter die mensen toch. Meneer Boutersen is tot erevoorzitter benoemd vanwege zijn significante bijdrage aan de partij en de groei van de organisatie. Aan zijn bijdrage aan land en volk. Onder de heer Boutersen is de NDP uitgegroeid tot een partij welke het nu is. Toch? Hoe kan je die man aan de kant zetten met een erevoorzitterschap? Dus ik denk dat dat niet te vergelijken is met een voetbalorganisatie of met een slagbalorganisatie. Ja? Er zijn een aantal criteria die genoemd zijn waarom de heer Boutersen tot erevoorzitter is benoemd. En mensen zijn zullen voor- en tegenstanders hebben, maar laten die tegenstanders niet intern zijn. Dat vraag ik alleen maar. Ja? Mm. En voor wat betreft de kwestie van meneer Abrahams. Meneer Abrahams is tot nog toe de voorzitter van de Centrale Verkiezingscommissie van de partij. En aan hem is gevraagd om dat te blijven trekken. Laat dat duidelijk zijn. Laat de mensen geen dingen zomaar zeggen. Ik wil me niet opwinden. Ja, ja. Maar ik vind dat op dit moment wij dit niet nodig hebben. Ja? Er is een woordvoerder. Laat de woordvoerder het woord voeren namens de partij. Laten we als partijleden die discipline aan de dag gaan leggen, eens eindelijk. Iedereen heeft zijn of haar mening. Daar kom ik niet aan. En daar komen we zeker niet aan, omdat het vrije meningsuiting in de partij hoog staat aangeschreven. Maar dat betekent dat je als orgaan of als structuur het recht hebt om die partij aan te schrijven. We gaan de mensen waarschijnlijk moeten leren hoe dat moet.
Ja. Misschien zijn wij als partij in gebreken gebleven. Hoe dat zou moeten, toch? En, maar laten we dit niet doen. Laten we dit niet doen. Ik wil de heer Barco vragen om... Ik heb hem horen zeggen, toen je hem vroeg... Heeft hij gezegd, hij heeft zijn deel gedaan. En met andere woorden, er zullen nog meer mensen zijn die zullen uitkomen. Ik wil aan de mensen vragen, toch? Om naar het bestuur van de partij, als er misnoegen zijn... Als er opmerkingen zijn, als er vragen zijn. Zullen ze gehoord worden? Natuurlijk zullen ze gehoord worden. Toch? De voorzitter heeft het al gezegd. Ze zal met iedereen praten. Toch? Het bestuur maakt zich niet op om met de planning om een ronde door alle districten te gaan maken. Toch? De cluster, de eerste cluster is Paramaribo, Saramaka. Toch? Dus... We gaan die ruimte krijgen om wat onduidelijk is, ja, te laten verduidelijken door het bestuur. Toch? En laten we die ruimte geven. Toch? Het bestuur is pas, hoe oud? 4 dagen, 5 dagen oud. Toch? Dus laten we niet te hard van stapel lopen en dingen beginnen te zeggen. Die bezijdens de waarheid is of onjuist zijn. Toch? We praten niet meer over kampen, we praten niet over achterban. We praten over de NDP en de leden van de NDP. Laten we dus dat ook duidelijk stellen. Ja? Ik heb u altijd ook gezegd, er zijn geen kampen. Er is rivaliteit. Er was een rivaliteit na de verkiezingen toe voor het voorzitterschap. De meerderheid van de structuren, die hebben zich uitgesproken. En als we ons democraten noemen, dan moeten we ons daarbij neerleggen. Zo simpel is dat. Wat ik gehoord heb, hè, want in de afgelopen uren, geloof mij, zijn er zoveel zaken langsgekomen. U zegt, we moeten met u praten. Nice, u bent aan de lijn. Maar dan horen wij ook dat eigenlijk mensen met de Riffelgedachte... aan een kant worden gezet en mensen willen met een nieuw ding gaan starten. In hoeverre kan dat kloppen? De revolutionaire gedachte in die organisatie kan nooit aan een kant gezet worden door wie dan ook. Door wie dan ook. En we zijn als partijleden, hebben wij de bevoegdheid, hebben wij de verantwoordelijkheid om daarover te waken. Ja, de ideologie van de partij spreekt voort uit de revolutionaire uit het revolutionair fundament. Hoe gaan we dat aan de kant gaan zetten? Legt u me dat even uit. Mm-hmm. Ik kan het niet snappen. Ik snap het niet. En bovendien luister. We maken ons op voor de verkiezingen van 25 mei op dit moment. Dat kunnen wij op dit moment niet hebben. En ik wil nogmaals een beroep doen op alle leden. Toch? Kom naar ons hier. Vraag een gesprek aan. Toch? En dan gaan we erover praten. Maar laten we media vermijden, omdat dit alleen Mario Hari hier toe zou brengen. Als ik kijk naar de comments, weet je, dan is dat ook niet prettig om ze te lezen, ja. Toch? En dan komen er ook tegenstanders ertussen. En die zeggen ook een heleboel. We geven te veel stof. Toch? Aan niet NDP'ers en aan tegenstanders van de partij om binnen te dringen en ons van ons voetstuk proberen te stoten. Wat natuurlijk niet zou gebeuren. Maar begrijp je toch? Dus ik doe nogmaals een beroep. En hoezeer ik het ook begrijp, meneer Haderwijk, ik kan het niet vatten. Nee, maar begrijp de top. Kijk, wat u daar uitlegt, u legt de leden uit, maar begrijp de top wel wat u daar uitlegt, want de informatie die wij krijgen... krijgen we niet van de derde, vierde, vijfde lijn. Krijgen we gewoon van de top. Dit mag goed gezegd worden. Mensen binnen de top van de NDP, die informeren ons over deze zaken. Hoe moeten we dan daarmee omgaan? Ik bedoel, als iemand me bijvoorbeeld zou zeggen, goed, een NDP'er die ik ken, me zou zeggen van dit en dit, zou ik het echt niet serieus nemen. We zijn niet hier om grappen te maken, toch? Maar als we echt informatie krijgen van de top van uw partij... Dat zegt dit wel iets. Mensen die zelf in het hoofdbestuur zitten. Ik weet niet wat je bedoelt met de top van mijn partij. Misschien moet ik wat duidelijker zijn. Mensen die zelf in het hoofdbestuur zitten. Kunt u specifieker zijn? Nu ga ik wat specifieker. Mensen die in het hoofdbestuur zijn. Gaat u door?
Nee, dat doe ik niet, toch? Ik kan me daar niet vrijgeven. Maar wat ik nu zeg is keihard. Nee, maar dat blijft u vaag. Nee, het is niet vaag. Ik zeg u alleen, hoe doet u ermee als we informatie krijgen van mensen van het hoofdbestuur? Iedereen kan beweren dat hij top van die partij is. Ik zeg... En u neemt het aan. Nee. Ik ken alle hoofdbestuursleden van de NDP. Ik ken ze allemaal. En ik zeg, ik heb de informatie van één van ze. Hoe gaat u ermee om? Van wie? Van een hoofdbestuurslid. Nou, maar ik kan niet erop ingaan. Maar ik laat u alleen weten dat wanneer jullie zeggen dat de leden... Ik begrijp wat je zegt. Maar ik ga daar ook niet in. U gaat het, ik zeg u alleen, want het lijkt alsof wij informatie pikken gewoon op straat en iets van willen maken. Maar dit is keiharde informatie die we krijgen van binnenin. Direct na een bepaald iets krijgen we de informatie, dan wat moeten we ermee doen? Dan moet je bellen met de woordvoerder. Schiet me de pak aan, hoor. Kijk, ik heb al gezegd van de naweeën van de gang naar de verkiezingen, de spanning die er was, de twee mensen die er waren, die voor het voorzitterschap gingen, het resultaat. Ah, niet iedereen gaat tevreden zijn natuurlijk, toch? Dat weten we. Ja, maar het is dan zaak dat wij ons als democraten neerleggen bij het besluit. Ja. Dat is wat er moet gebeuren. En dat wil ik even verduidelijken. Niet alleen voor u, maar ook voor de mensen die luisteren. En zeker ook de leden van de partij die op dit moment ook luisteren. Toch? Dat we democraten zijn. Kijk, het is op democratische wijze gegaan. Ten aanschouwen van nationaal en internationale pers en mensen. Hoe het gegaan is. De verkiezingscommissie heeft een uitmuntende job gedaan. Toch? De mensen hebben zich kranig gedragen. De tegenstanders die na het resultaat elkaar hebben omhelst. Toch? Er zijn wat aspecten die wij positief kunnen benaderen. Toch? Waarom gaan wij punten zoeken om negativiteit te gaan stimuleren? Toch? Want anders dan ga ik ook zeggen van luister, dan is er een agenda. Toch? En ik wil dat niet zeggen. Toch? Omdat ik geloof in de leiding van de partij en de mensen die de leiding uitmaken, dat wij democraten zijn en dat wij als zodanig dan nu de gelederen sluiten en ons gaan focussen op de aanstaande verkiezingen. En dat is de bedoeling. We hebben een verkiezing te winnen. We hebben geen situatie nodig waarbij wij in de media met elkaar aan het bakkeleien zijn en dat soort situaties. Ik ben daar geen voorstander van. Het bestuur is daarvan ook geen voorstander. Toch? Laten we, zoals meneer Barco even zei, het bestuur het voordeel van de twijfel geven en uitkijken wat er zal gebeuren in de komende periode. Toch? Vernieuwingen zullen moeten komen. Toch? De structuren, het functioneren van onze instituten en organen. Maar ook van belang is dat wij weten dat wij een zeer grote taak op ons hebben, zoals Barco dat gezegd heeft, om het land uit het diepdal te trekken. En dat kunnen we alleen als we het samen gaan doen. Ja, oké. In ieder geval moet u ook bereikbaar zijn, hoor, meneer Panka, wanneer we u nodig hebben. Ja, maar toen u belde was ik nog niet Want ik zou eerst met u praten voordat ik met Barco zou praten. Ik belde terug, maar u nam niet op. En toen was ik alleen in de interview toch, meneer Panka? In elk geval, ik heb zoveel mogelijk, ik ben zoveel mogelijk duidelijk geweest. Ja. En ik kan niet zeggen wie werk moet doen, had ik niet zo ook al gezegd. Ja. Maar ik verwacht wel dat wij toch wel... op goede voet met elkaar verder gaan zoals het altijd is. Mm-hmm. En dat de informatie vanuit de partij, vanuit het hoofdbestuur en zeker vanuit de partij alleen gaat via de woordvoerder. Dus u zegt mee met andere woorden, als een andere partij topper of wie dan ook wil praten, ik moet weigeren. Ik kan niemand stoppen om dat te doen. Okay, goed zo. Ik zeg alleen maar wat de juiste werkwijze is vanuit de partij. Ja. Dat is niet uw werkwijze, maar mijn
de werkwijze van de partij, dat geef ik door. En met andere woorden, maak ik ook duidelijk aan onze leden en structuren dat dat de juiste procedure is. En ik heb ook andere procedures aangegeven. Laten we het zo houden, dames en heren, beste mensen, leden van de partij. Toch? We hebben nu geen tijd hiervoor. Waarvoor we tijd hebben en tijd moeten maken, is een verkiezing winnen. Dat is belangrijk. Meneer Pak, ik wens u en uw partij heel veel succes bij de verdere besluiten die jullie gaan nemen. En dat jullie dus dan werken aan jullie mensen. Dank u wel. Graag gedaan. Yes. En dat zei meneer, hoe heet hij weer? Ricardo Panca, de woordvoerder van de NDP. Dus we hebben meneer Barco gehoord, die heeft zijn mening gegeven. En meneer Panca als woordvoerder, die heeft afgesloten. Als ik naar meneer Panca luister, daar is er niet zoveel vuiltje aan de lucht. Ja toch? Ja. Maar we gaan eruit. Dankjewel voor het willen kijken naar deze live uitzending. Ik ben Gerald Harderwijk. We hebben even hier een technisch probleem, zie ik hier. Boerja, even. Maar we gaan eruit. Dankjewel voor het willen kijken. We zijn er later met meer nieuws op DTV. Tot dan.